Whisky-liefhebbers, Jock hier in mijn eigen werkkamer. Ik wil jullie iets laten meemaken, iets vertellen over Paul John. Paul John uit India. Er is een nieuwe van Paul John. En het zijn dure tijden. Wil je iets hebben wat even wat goedkoper is? En ook nog heel lekker? Blijf kijken. Dus hallo whiskyliefhebbers, Jock hier in mijn eigen werkkamer. En ik wil jullie zo graag iets vertellen over een nieuwe Paul John whisky uit India. Hier hebben we hem. En het heet Roulette. En Roulette van Paul John. Het is eigenlijk een blend. Maak me niet chagrijnig, hè, door te zeggen, nee, blend. Doe dat maar niet, hè, want dit is echt een hele mooie, goede blend. En het breekt de bank niet, hè. Dit is gewoon een fantastisch mooie whisky. Er zit ook Paul John Indian Grain Whisky erin. 5 Row Barley. En ik ga hem voor jullie voorproeven. Want dat heb ik voor jullie over natuurlijk, hè. Dat heb ik gewoon voor jullie over. Als je kijkt hier, het heeft ook een slow flow erin. Het ingebouwd. En dat betekent dat je gewoon kan schenken en heb je wat meer controle over de fles. Het is 40%. Het is ook single grain whisky uit India. Peated, lightly peated. En ook gerst, ook single malt whisky samen. Het heeft een heel mooi, lekkere, zoete geur. Mm. 40%. Oh ja, je proeft de turf proef je pas als je hem ingeslikt hebt, hè? Gewoon een heerlijke whisky, jongens. Een heerlijke whisky. Weet je, ik mag eigenlijk niet, en ik vind het ook niet ethisch, om exacte prijzen te noemen, want dat bepaalt een slijter. Maar dit moet je kunnen krijgen onder de 20 euro. Onder de 20 euro voor deze fantastische whisky. Hij is sowieso erg lekker zoals die is. Dit is gewoon fijn. Je kan ook zien dat die aardig kleeft. Hij heeft behoorlijk wat viscositeit. En ik ben altijd fan geweest van de Paul John whiskies. En van deze ook niet minder. Fantastisch mooi whisky. Mm. Ik zou hem sowieso zo drinken, zoals ik net heb gedaan. Maar stel nou dat je begeert te drinken uit zo'n ding. Hier heb ik wat ijs in. Ik heb de topje van een limoen. Pers ik daarin. En dan dit mooie ding met dat slow, met de slow flow erin. Waardoor je gewoon lekker kan schenken. Zonder dat het uitbloept, zeg maar. Kijk, je ziet dat die aardig troebel wordt. Door het ijs en de limoen. Een fantastische nazomerdrankje. Dames en heren, het zijn dure tijden. We hebben het allemaal moeilijk. Allemaal. Tenzij je, ja, tenzij je Elon Musk bent of zo. Maar we hebben het allemaal moeilijk. En, of moeilijk. Vergeleken met anderen misschien niet. Maar we hebben het inderdaad krappe beurzen. Krapper dan daarvoor. Whisky zoals het is. Van deze Paul John Roulette. Roulette. Dan zie je een roulette tafel erop. Ik weet niet wat de marketing idee is daarachter, maar zo heet het nou eenmaal. Gewoon zoals het is. Mooi. Ik ben doorgaans geen fan van het woord zacht. Maar hij is mooi rond en zacht. Met een ruggengraat van turf. Een heel klein beetje. India heeft geen turf, hè. Ze importeren turf uit Schotland. Om hun 5 Row Barley te kunnen turven. Te kunnen pieten.
Wat is het werkwoord van to peat in het Nederlands? Om te turven, om te... Je weet wat ik bedoel, hè? Lekker zoals het is, maar met een... Met een beetje limoensap. Wat je ook kan doen is een heel klein beetje peper erin doen. Dan krijg je dat India's, hè? En in India zeggen ze niet slaantje waar. Ze zeggen ook niet slaantje, ze zeggen niet slaantje, ze zeggen ook niet skol of proost. Ze zeggen jai ho. En tegen jullie zeg ik allemaal jai ho. Echt lekker hoor, jai ho, lekker.